Goedenavond. Welkom bij deze speciale televisieuitzending van RTI Hilversum in verband met de dodenherdenking. Voor het eerst kunt u rechtstreeks getuige zijn van de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in het raadhuis van Hilversum en de daaropvolgende tocht naar het Rosarium. Naar het oorlogsmonument, gemaakt door de kunstenaar Esser. En daar zal 2 minuten stilte in acht genomen worden. En daar zal ook de kranslegging plaatsvinden. Ja, wat gaan we eerst zien in deze uitzending? De plechtigheid hier in het raadhuis van Hilversum. Daar zal de Bill Minko-lezing plaatsvinden voor het derde achtereenvolgende jaar. Dit keer uitgesproken door de schrijver Jan Brokke. Aanleiding is zijn boek De Vergelding, waarin Brokke de fatale gevolgen van een sabotagedaad tegen een Duitse soldaat in het Zuid-Hollandse Roon reconstrueert. Brokke groeide op in Roon. En de wereldberoemde en in Hilversum woonachtige harpiste Lavinia Meijer, die zorgt voor de muzikale begeleiding. De Bill Minko-lezing dus. En voor wie niet weet wie Bill Minko is en waarom die lezing naar hem vernoemd is. Hij was een bekende verzetstrijder, hoewel hij zichzelf nooit zo noemde. Een Joodse scholier die na de oorlog tientallen jaren in Hilversum woonde en gemeenteraadslid voor de VVD was. Minko overleed in 2006 en in 2012 werd de Bill Minko-lezing door de Hilversumse burgemeester Broertjes in het leven geroepen. Oh, wij kijken naar live beelden vanuit de burgerzaal in het raadhuis. Waar straks ook binnenkomt de bekende schrijver Remco Kampert. Hij draagt tijdens deze bijeenkomst het gedicht De 18 Doden voor. Dat in 1941 is geschreven door zijn vader, Jan Kampert. Het gaat over 18 verzetstrijders die in hun cel op hun executie wachten. En één van die 18 zou Bill Minko zijn geweest. Die ontliep uiteindelijk zijn dood omdat zijn straf in levenslang werd omgezet. En later vanavond om 9 uur na de live herdenking bij RTI Hilversum wordt de documentaire herhaald over het leven van Bill Minko. Die RTI 2 jaar geleden uitzond. Ja, een hele bijzondere documentaire. Net als trouwens wij de hele dag, André, hebben kunnen kijken via RTI Televisie naar een andere bijzondere documentaire over 2 Hilversumse dwangarbeiders, Jan en Bernard Peters. Dat was de afgelopen uren te zien. Er was ook een hele bijzondere documentaire gemaakt door Rien Slippets. Ja, burgemeester Broertjes zal verder stilstaan bij een andere bijzondere Hilversummer, wiens naam verbonden is aan de Tweede Wereldoorlog. En dat is Johannes Jan Verschuren. Die was een transportondernemer die honderden mensenlevens redde en landelijke voedselhulp en onderduik organiseerde. Hij werd door de socialist Koos Vorink tijdens de oorlog ook betrokken bij het Nationaal Comité, bedoeld als voorlopige naoorlogse regering. Verschuren stierf in het concentratiekamp Bergen-Belsen aan tyfus. Dat gebeurde 2 weken na de bevrijding. En misschien zegt u het ook wel iets, Verschurenstraat inderdaad. In Hilversum is een straat naar hem vernoemd. En er zijn volop familieleden van Verschuren aanwezig in de burgerzaal. We hebben ons laten vertellen dat het tientallen zijn, een stuk of 60. Hè? Ja, we kijken ze als het goed is nu op de rug. Dat zijn de mensen hier vooraan die 4 rijen. Ja. Allemaal familie van Verschuren. Ja, jong en oud, zo te zien ook. Ja. Nu zie ik daar ook de harp klaarstaan waar Lavinia Meijer vanavond op zal spelen. Na deze plechtigheid in het raadhuis, dat zal zo rond 7:30 zijn, dan is er zoals altijd een stille tocht naar het Rosarium. En daar zullen kransen gelegd worden. In het midden van het Rosarium, daar staat sinds 1949 het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog van de kunstenaar Esser. Iedereen in Hilversum wordt van harte uitgenodigd om aan die tocht mee te doen. Het begint dus om 7:30. Hier bij het raadhuis.
Een speciale rol bij de plechtigheid bij het Rosarium is er natuurlijk voor het politiemuziekgezelschap Excelsior. Gooi en Vechtstreek. En de scoutinggroep Zuiderkruis. Die zoals elk jaar meehelpt bij het dragen van de kransen. En daar gaan we u straks nog veel meer over vertellen. Ja, over die Zuiderkruisgroep, scouting. De enige zevenkennisgroep nog in Nederland. Ja, en dan zijn we natuurlijk om 8 uur die 2 minuten stilte. Dat kunt u dus allemaal live gaan volgen de komende uren. We wachten nu even met u samen op het begin van de bijeenkomst. Dan zal Henk Mrijen, organisator van de herdenkingsbijeenkomst, het woord nemen. En zult u een aantal sprekers horen. En ook muziek dus van harpiste, de wereldberoemde harpiste Lavinia Meijer. De avond wordt geopend natuurlijk met een toespraak door burgemeester Pieter Broertjes. Vervolgens krijgen we de Bill Minko-lezing door Jan Brokken. Daarna een muzikaal intermezzo door Lavinia Meijer op harp. En afsluitend het gedicht Het Lied der 18 Doden van Jan Kampert. Voorgedragen door Remco Kampert. We zien hier Fons van Westerlo binnenkomen. En zo vult de burgerzaal zich langzaam. Ik was er vorig jaar gek genoeg voor het eerst bij in de burgerzaal. Ik moet zeggen dat het een hele mooie bijeenkomst is. En ook leuk omdat en indrukwekkend om dat gewoon eens in je eigen woonplaats te doen. Daarvoor ging ik vaak naar het Dam. Is dat een persoonlijke betrokkenheid die je hebt bij de oorlog? Niet direct, nou ja, via ouders natuurlijk. De verhalen over de hongerwinter en verhalen over de terreur. Ja, het is toch iets om goed om daar ieder jaar nog even bij stil te staan. En zeker met zo'n programma en een mooie lezing. Ja. Ja, we hebben de oorlog niet meegemaakt. Ik ben van 54. Dus, maar ik zit er toch nog wel redelijk dicht tegenaan. En vanwege mijn ouders ook. En de manier waarop zij dat elk jaar toch herdachten. Heb ik er toch nog behoorlijk wel wat van meegekregen. En zegt het mij ook het een en ander. De vlag ging bij jullie altijd half stok en de 2 minuten stilte waren ook heilig. Ja, en die vlag hangt op dit moment aan de Diependaalse Laan ook weer half stok. Bij ons ook. Officieel mag dat pas na 6. Ik viel me even middag op dat er eigenlijk nog geen vlag hing. En toen heb ik het vlagprotocol er nog even op nageslagen. Het mag inderdaad eigenlijk pas na 6 en dan tot zonsondergang. Dat is dus eigenlijk maar heel erg kort. Dat is heel kort, ja. Ja. Deze vlag. Ja. Normaal gesproken hangt deze in de toren. Deze wordt dus na gebruik niet opgevouwen. Hij hangt in zijn geheel in de toren van het raadhuis. Wat u ook zelf kunt zien tijdens de prachtige rondleidingen op woensdag en zondag. Ja, van harte aanbevolen, absoluut. Ja. Jong en oud aanwezig hier in de burgerzaal. En het is vol. En voor wie geen plekje in de burgerzaal kan vinden, is ook nog de raadzaal gereserveerd. Daar kunnen mensen ook zitten. Dus ja, iedereen is in principe welkom. Dat geldt voor deze bijeenkomst. Dat geldt ook natuurlijk voor straks de stille tocht. Ja, en wordt het te vol in dit geval in het raadhuis, dan kan men in de raadzaal via een groot scherm de plechtigheid nog volgen. Ja, 2 grote schermen zelfs. Extra stoeltjes neergezet tussen de bankjes van de verschillende fracties. Het moet dan morgen en overmorgen weer rap opgeruimd worden. Dan krijgen we de eerste raadsvergadering in de... Ja. Na de verkiezing. Het nieuwe college.
Ja, André, we hadden het net over het nieuwe college. Hè, dat woensdag gaat beginnen. De nieuwe brede coalitie. Nou ja, goed, dat zal dan gewoon in die raadzaal zijn. Ja. En ja, dan gaan we zien wat daarvan komt. Maar nu is eventjes alles gericht. Alle ogen, alle gedachten op wat er is gebeurd tussen 40 en 45. De herdenking in Hilversum. Nu dus in het raadhuis en straks op weg naar en op het Rosarium, in het Rosarium bij het monument. Het wachten is zoals gezegd op het begin van de bijeenkomst. Wacht is nog op de gasten die straks op deze voorste stoelen plaats gaan nemen. Dat is met name burgemeester en wethouders. Wethouders die dat voor het laatste jaar in deze hoedanigheid, in deze functie zullen doen. Die zijn momenteel nog in de trouwkamer waar alle gasten worden ontvangen met een kopje koffie. Hier op de voorgrond ziet u de familie van de oude Hilversumse verzetsheld, Johannes Verschuren. Ongeveer 60 nazaten van hem zijn vanavond eregast in de burgerzaal. Ja, een heel bijzondere man, die Johannes Jan Verschuren. Transportondernemer, dat heb ik verteld. Ja. Hij redde honderden mensen levens. Daar is overigens de burgemeester. In volle raad, zoals het hoort. En daar hebben we de schrijver Remco Kampert. Hij zal het gedicht voorlezen van zijn vader Jan Kampert. Het lied der 18 doden. Ik denk dat nu de organisator Henk Marijen zo dadelijk het woord gaat nemen voor het begin van de herdenkingsplechtigheid. Dames en heren, ik heet u van harte welkom in het huis van de gemeente Hilversum. Er zijn nog wat mensen die staan. Er is ook ruimte in de raadzaal om op schermen mee te kijken. De balkons zijn ook al tamelijk vol. Het motto van dit jaar is: vrijheid geef je door. En ik wil graag burgemeester Pieter Broertjes vragen om zijn speech te houden. Dames en heren. Vandaag 4 mei staat in het teken van tradities. De vlag half stok, het Wilhelmus klinkt, 2 minuten stilte en het defilé op het Rosarium. En niet te vergeten de herdenkingsbijeenkomst in deze prachtige burgerzaal. Een jaarlijks terugkerende traditie die ons de kans geeft stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook
om respect te tonen voor de gevallenen in de oorlogen en vredesmissies waaraan Nederland in de afgelopen decennia heeft meegedaan. En waarbij Nederlandse militairen en burgers betrokken waren. Overal in Nederland worden deze dagen verhalen verteld van vroeger. En worden herinneringen opgehaald over de bezettingstijd. Zolang de generatie van toen nog bij ons is, kunnen de verhalen worden opgetekend en worden doorverteld. Gedenk wie harten in geweld en nood het onrecht weerstonden tot hun het bloed ontvloot. Staat op de herdenkingsmonument in het Rosarium geschreven. Een prachtige tekst van Garm Stuyveling uit 1948. Met gepaste trots heet ik mijn vriend, schrijver en dichter Remco Kampert en zijn vrouw Deborah van harte welkom vanavond. Hij is bereid het lied der 18 doden, in 1941 geschreven door zijn vader Jan Kampert, straks voor ons voor te dragen. Een uniek en emotioneel moment voor ons allemaal. Ook een speciaal welkom voor journalist en schrijver Jan Brokke, auteur van het beklemmende boek De Vergelding, waarin hij de complexe oorlogsgeschiedenis vertelt over Roon, het dorp in Zuid-Holland waar hij opgroeide. Zijn lezing, de derde Bilminko-lezing, zal muzikaal worden begeleid door Lavinia Meijer, beroemd harpiste en Hilversumse. Het is inmiddels een traditie geworden om stil te staan bij de 25 namen die op de gedenkplaats daar in de burgerzaal zijn gegraveerd. Over ongeveer de helft van de namen heb ik de afgelopen 2 jaar gesproken. Over het roemloos einde van mijn oom Is Wessel, na een zinloos vuurgevecht bij het Rosarium in Utrecht, 2 dagen nadat de oorlog was afgelopen. En ook over de 11 dappere mannen die steun gaven aan onderduikers en de illegale pers. En die hun leven in de waagschaal legden voor vrijheid en vrede. Zij stierven in gevangenschap in Duitse kampen, ver weg van hun familie en vrienden. Dit jaar wil ik het over 1 persoon hebben. Een man die in de eerste helft van de Tweede Wereldoorlog tot 1943 smoel gaf aan het illegale verzet. Een man die van meet af aan leiding gaf aan verzetsgroepen en verstorende acties tegen de bezetter bedacht en uitvoerde. Een bijzonder moedig mens, Jan Verschuren, stamde uit de familie van handelaars en transporteurs. Hij was sinds 1937 eigenaar van zijn eigen transportbedrijf Nabek, met vestiging in Amsterdam, Rotterdam en Hilversum. Ik heet de nabestaanden en familieleden van Jan Verschuren, die hier vanavond dat hele vak in grotere talen aanwezig zijn, bijzonder hartelijk welkom. Erg fijn dat u er vanavond bent. En ik dank opnieuw Margot Kistenmaker voor haar research en speurwerk naar nieuwe feiten en verhalen van 70 jaar geleden. Jan Verschuren trouwde met Adriana Duffet en samen kregen ze 11 kinderen. Hij voedde zijn kinderen streng katholiek op, met een sterke anti-Duitse houding. Want, zo zei hij zelf, omdat hij het niet zou kunnen accepteren als zijn kinderen in een godsdienstloze dictatuur op zouden groeien. Bij het bombardement op Rotterdam in 1940 verloor hij zijn Rotterdamse kantoor. In april 1941 werd hij aangesteld als controleur buitendienst van de wet autovervoer goederen voor het regelen van transport voor fruitveilingen en veemarkten. Hierdoor had hij een vergunning om door het hele land te reizen en kreeg hij een mooi alibi om illegaal werk te doen. Hij was van meet af aan betrokken bij allerlei verzetswerk, organiseerde voedselinzamelingen en transporteerde het voedsel vervolgens naar de grote steden. Johannes Arianus Cornelis Bernardus Verschuren, op 7 juni 1893 in Den Bosch geboren, was altijd opgewekt, diepgelovig, welbespraakt en als het moest hondsbrutaal. 1 mooie anekdote wil ik u niet onthouden. Als hij in Rotterdam druk bezig is om voor de ondergrondse 600 kilo bonen te vervoeren, zakt zijn auto door zijn veren. Het is een filmisch beeld.
Hij stapt op een groepje NSB'ers af en zegt, helpen jullie me even? Zoiets overkomt mij alleen, wat een rotbaan. Altijd maar smokkelwaar in beslag nemen en dan ook nog door je achterveren zakken. De NSB'ers duwen de auto keurig naar de lokale mécanicien en Jan komt met de schrik vrij. Op zaterdag 13 maart 1943 wordt hij opgepakt in Wassenaar en naar het politiebureau gebracht. Via de SD-gevangenis in Haren en het Oranje Hotel in Scheveningen komt hij uiteindelijk in Sachsenhausen onder Berlijn terecht. Hij kwam te werken op de Schrijbstube, de kampkartotheek, het administratieve centrum van het concentratiekamp. Verschuren stond bekend als Dikke Jan, de Dikke Hollander. Hij had voor iedereen een bemoedigend woord en hij veranderde het werkcommando van Nederlandse gevangenen van zware naar lichtere werkcommando's om hun kans op overleven te vergroten. Op een dag kreeg hij de opdracht binnen 24 uur een lijst te maken van alle 15 Britse en Amerikaanse gevangenen. Verschuren veronderstelde dat deze mensen zouden worden gefusilleerd. Uit voorzorg heeft hij toen alle paspoorten vervalst, zodat op papier geen Amerikanen of Britten in het kamp zaten. Hierdoor redde hij het leven van 15 medegevangenen. Een uitzonderlijk moedige prestatie, waarvoor hij in 1953 postuum werd onderscheiden met de Medal of Freedom, met de bronzen palm. De hoogste onderscheiding van de Verenigde Staten voor mensen die in een oorlog bijzondere daden verrichten. Ondanks de relatieve bescherming die hij kreeg als hulpje in het Krankenrivier, het ziekenhuis in Sachsenhausen, bleef hij niet gevrijwaard van ziektes. Het staat bijna vast dat hij mijn vader heeft gekend, die van 1941 tot de bevrijding ook in Sachsenhausen gevangen zat, als militair krijgsgevangene. Hij werkte net als Jan Verschuren in het ziekenhuis. Op 4 januari 1945 werd Verschuren opgenomen met een ernstige voorhoofdholteontsteking. Precies een maand later werd hij met 2224 medegevangenen getransporteerd naar het concentratiekamp Bergen-Belsen. Een rit waar we nu 3 uur over zouden doen, duurde toen 3 dagen, want ze gingen te voet. Totaal uitgeput kwam hij aan. Maar hij niet alleen. Velen waren ziek en leden aan verschillende soorten tyfus. Mijn vader heeft het transport naar Bergen-Belsen kunnen ontlopen. Hij werd in april 1945 bevrijd door de Russen en leefde nog vele gelukkige jaren. Hij stierf ruim 10 jaar geleden in Baren. Op 29 april 1945, een paar dagen voor de bevrijding, stierf Jan Verschuren. Aan de gevolgen van uitputting en ernstige bijverschijnselen van vlektyfus. Engelse militairen durfden in eerste instantie het kamp niet eens binnen, uit angst voor hun eigen gezondheid. Verschuren werd door Nederlandse medegevangenen in een van de massagraven te rusten gelegd. In 1955 werd de Verschurenstraat in Hilversum-Noord naar hem vernoemd. Het is met groot respect dat ik vandaag stilsta bij het leven en de dood van Jan Verschuren. Zijn moed, zijn onverschrokkenheid in de jaren 40, 45 zijn een voorbeeld voor ons allen. Dames en heren, het thema 4 en 5 mei dit jaar is Vrijheid geef je door. Maar aan wie? De vrijheidsstrijders in Syrië aan president Assad? De Oekraïners aan de Russische overheersers in de Krim? De PVV, de Partij voor de Vrijheid, aan Nederlanders en medelanders? Ik vrees van niet. Tussen mooie idealen en de harde dagelijkse praktijk liggen vele obstakels. Dus zo eenvoudig is het niet, vrijheid doorgeven. Vrijheid verover je, bevecht je, vrijheid verdedig je. Vrijheid doorgeven kan alleen als je vrijheid hebt. Wie niet vrij is of zich niet vrij voelt, raakt in een isolement. Ernst Hiers Berlin, oud-minister van Justitie en hoogleraar in Tilburg, schreef er dit over. Ik citeer. Vrijheid staat of valt bij de ruimte die we elkaar geven. Mensen zijn op elkaar aangewezen.
Vrijheid is meer dan elkaar met rust laten. Iets anders dan je gang gaan alsof er geen ander mens is. Vrijheid kan alleen bestaan op basis van wederkerigheid. Hier is Berlin raakt hier de kern. De vrijheid van de een kan onvrijheid voor de ander betekenen. Gemeenschappelijke vrijheid ontstaat alleen op basis van wederzijds respect. Vrijheid is ondeelbaar. Wie zich laat leiden door het principe van wederkerigheid, zoekt mogelijkheden om achtergestelde en uitgestoten groepen of individuen bescherming te bieden. Uitsluiting en vooroordelen tegen bepaalde bevolkingsgroepen tasten de democratie en de rechtsstaat aan. Nog eenmaal een strofe uit het gedicht van Garmt Stuyveling. O offers die als zaad zijt in de voren, 's lands vrijheid leeft herboren uit uw dood. Dan ga ik nu, terwijl Henk de namen oproept van de mensen die op de plaketten staan, breng ik daar een, als ik het zover voor elkaar krijg, breng ik dat daar naartoe. Is dat akkoord? Op de plaketten staan de volgende namen van inwoners van Hilversum die het leven lieten in hun verzet tegen de Duitse overweldiging. P.M. Bonneke, C.J. ten Boom, D.J. Buis, W.F. Dasselaar, G.A. Degens, W. Dul, P. van Dijk, J.H. van Gangelen, K. Hannema, F. Hovius, J.D. Jansen, C.F.W. Koekenbakker, C.J. de Cup, F. van der Laken, D. Lopez Diaz, J.W. Oudenaller, T.W. Larivière, A. Sauer, J. Stroes, G. van Strijland, H.J. Verrenhout, J.A.C.B. Verschuren, A.G. van der Wel, I. Wessel en R.P. Wieriks. De bloemen liggen op een glazen plaat die de afdekking vormt van een kastje waarin de namen van alle Hilversummers die in de oorlogsjaren uit Hilversum zijn weggevoerd. Thank you.
houden van de derde Bilminko-lezing. Dames en heren, Lavinia Meijer speelde van Philip Glass The Poet Acts. Uit filmmuziek is dat For the Hours, film over het leven van Virginia Woolf. Op deze muziek heb ik mijn boek De Vergelding geschreven, Een dorp in tijden van oorlog. Hoe kwam ik tot dat boek? Het begon met een dorpse vraag. Heb je het al gehoord? Ik was terug in mijn dorp. De televisieploeg van de NCRV maakte een reportage over me. Naar aanleiding van mijn autobiografische roman Mijn Kleine Waanzin. En terwijl ik daar voor de dorpskerk stond te wachten tot de camera was opgesteld, toen schoot Kars de Jong me aan. Fotograaf en verslaggever van het plaatselijke leugenaartje. Dat heette in Roon weekblad De Schakel. Man van mijn leeftijd, we hebben op dezelfde lagere school gezeten. Heb je het al gehoord, Jan? Zei hij tegen me. Ik moest glimlachen om die klassieke vraag waarmee dorpse roddels nog altijd beginnen. En ook dat handje voor de mond zo. Heb je het al gehoord, Jan? Kars die boog zich wat verder naar me toe en die zei, ja, het hele dorp heb het erover. Huub Droogscheren die legt dood te gaan in het ziekenhuis. En hij legt de kermen te brullen. Uit schaamte en uit angst. De ergste angst. Dat hoef ik jou als dominee zo niet te vertellen. De angst voor het laatste oordeel. Ik had er geen idee van waar Kars op doelde. Huub Droogscheren, die kende ik. Dat was de dorpskapper met het houten been. Hij knipte hem als jongetje van 5, 6, 7 jaar. En ik was altijd een beetje bang van hem. Want als ik op de hoge kapperstoel zat en hij rond me heen liep, hoorde ik zijn houten been zo tikken. Die doodsangst van Huub Droogscheren, die bleek terug te voeren op de oorlog. Als jongen van 16 jaar, bijna 17 jaar, hij was toen al dorpskapper, had hij vlak na de bevrijding een aantal meisjes en jonge vrouwen kaal geknipt. Eerst met de schapenschaar, toen met de kapperschaar en vervolgens had hij ze met menie en hakenkruis op het kale hoofd geschilderd. Wel 30. Zei Kars de Jong, de verslaggever. Ik zei, Kars, niet overdrijven. Man, zei hij, ze hadden zelfs een lijst van meiden bij zich. Een uitgetypte lijst, meiden die kaal geknipt moesten worden. Een lijst met 30 namen. 30 moffe meiden in mijn dorp. 30 moffe hoeren in het diep christelijke Roon, waar in de jaren 40... hooguit 2000 mensen woonden. Ik kon het niet geloven. Maar Kars die hield vol. En toen begon er een rood lichtje te knipperen in mijn schrijversbrein. En een belletje te rinkelen in de afdeling verborgen geschiedenis. Ik dacht dat ik na het schrijven van mijn autobiografische roman, Mijn Kleine Waanzin, alles had verteld over het dorp waar ik opgroeide. Roon was voor mij werkelijk verleden geworden. En met Roon bedoel ik een dorp dat model staat voor elk willekeurig dorp of stadje in Nederland. Maar de scheidslijn tussen heden en verleden is een vage. Veel van vroeger zet zich in het heden voort en de tegenwoordige tijd kun je moeilijk begrijpen als je niet weet wat eraan vooraf is gegaan. Op Mijn Kleine Waanzin kreeg ik veel reacties tussen de 140 en 150 brieven, mails, telefoontjes. En die gingen bijna allemaal over de oorlog. Terwijl ik in dat boek nog geen 2 pagina's aan de oorlogsjaren besteed. Ik ben immers van na de oorlog. Ik ben in 1949 geboren. Ik beschrijf in Mijn Kleine Waanzin mijn jeugd in de jaren 50, 60, de begin jaren 70. Maar kennelijk was de oorlog beslissend geweest voor het latere klimaat in het dorp. Ik herinner me nog levendig het eerste telefoongesprek. U spreekt, zei een oude stem, u spreekt met de zoon van de dominee uit Roon. Ik schoot in de lach. De zoon van de dominee uit Roon, dat was ik. Niet de man die belde. U schrijft in uw boek, vervolgde hij, dat mijn vader al fout was voor de oorlog. Dat hij
fout was aan het begin van de oorlog en dat hij het fout bleef tot aan het eind van de oorlog. Ja, dat klopte. Dat had ik in mijn kleine waanzin geschreven. Dat de dominee in de Nederlands hervormde kerk van Rome in 1943 nog het edele Germaanse ras stond te roemen. Mijn hart bonsde toen hij zei: u schrijft in mijn boek dat mijn vader al fout was voor de oorlog. In de oorlog. Ik vreesde een woedeuitbarsting. U heeft volledig gelijk, vervolgde hij. Wat u echter niet vermeldt in uw boek is dat de zoon van de dominee een van de leiders was van het verzet in Rome. En die zoon, dat ben ik. Voor mijn ogen doemde direct een reusachtig vader-zoon conflict op. De vader die dat stond te verkondigen op de kansel, de zoon die een van de leiders werd van het verzet in het dorp. Die zoon van de foute dominee wilde me graag het rapport opsturen dat hij had opgesteld over het verzet in Rome en over het werk van de LO, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Ooit had hij dat rapport op het gemeentehuis van Rome gedeponeerd met een briefje dat het na zijn dood openbaar gemaakt mocht worden. Maar na 25 jaar had hij eens opgebeld en toen bleek het rapport verdwenen te zijn. Gelukkig had hij een kopie bewaard en van die kopie stuurde hij me een kopie. Als ik de 40 pagina's had doorgenomen, zei hij tegen me, dan moesten we gaan praten. Ik nam de tekst door, dat viel niet mee. Zo vlak na de oorlog typte ze rapporten met carbonpapier tussen de velletjes. En dat ging geheid vlekken. De typemachine was bovendien niet ongeschonden uit de oorlog gekomen. De letters D en E ontbraken. En waren met de pen ingevuld. En dat was ook weer gaan vlekken. Maar wat het lezen vooral bemoeilijkte, was dat het rapport over zaken ging waarover ik nog nooit had gehoord. Terwijl ik toch opgegroeid was in dat dorp. Ik las over een rendezvoushuis waarnaar Duitse soldaten op weg waren toen een van hen tegen een elektriciteitskabel liep. Een rendezvoushuis in Rome, aan de Rijsdijk, waar meisjes en jonge vrouwen de moffen van maakten, onder het zingen van Lili Marleen. Ik kon dat niet geloven. Een week of 8 deed ik over het lezen en toen belde ik de zoon van de dominee op. Ik kreeg zijn vrouw aan de telefoon. Ach, wat is dat nou jammer, meneer Brokken, zei ze. Mijn man is net vorige week overleden. 89 jaar oud. Ik moest slikken. Hij had al zijn geheimen meegenomen in zijn graf. Maar hij had wel mijn nieuwsgierigheid gewekt door dat rapport. Ik wist bijvoorbeeld niet dat in Rome tussen de 170 en 190 onderduikers waren ondergebracht. Ik wist niet dat het een heidens karwei was om die onderduikers voedsel te verschaffen. Kleding, werk, veiligheid. En ja, Nederland bleef Nederland, ook in de oorlog. Je kon een katholieke onderduiker niet bij een gereformeerd onderduikgezin onderbrengen. Het ging verder. Je dacht je kon een hervormde bij een hervormde onderbrengen. Nee, dan ken je Nederland niet. Je kon een vrijzinnig hervormde niet onderbrengen bij iemand van de gereformeerde bond. En wat te doen met de communisten die ineens in het dorp kwamen? 10 communistische spoorwegstakers. Die moesten onderduiken. Bij wie moesten ze die nu onderbrengen? Daar werd lang over gedelibereerd. En uiteindelijk kwamen die communisten, zoals ze bij ons in het dorp zeiden, bij hervormden op hele grote wielen. Dan het eten. Voedsel was op de bon. Kleding trouwens ook. Voor al die onderduikers moest op clandestine wijze aan bonnen worden gekomen. Ik wist al helemaal niet dat er 350 tot 400 Duitse militairen in het dorp waren ondergebracht of ingekwartierd. Vanaf juni 1940. 350 tot 400 op een bevolking van 2000 zielen. Tussen die militairen zaten echte nazi's. En zaten
jonge jongens die zin hadden in een verzetje. En zaten dienstplichtigen die duizendmaal liever thuis waren gebleven. En zaten verklikkers die precies konden aanwijzen waar illegaal naar de radio werd geluisterd. Kort na het telefoongesprek met de domineeszoon benaderde de oudste zoon van de hoofdonderwijzer van de openbare school in Rome. Ook hij had een belangrijke rol in het verzet gespeeld en ook hij wilde me een vertrouwelijk rapport doen toen komen. Het rapport dat het verzet had opgesteld naar aanleiding van de represailleactie bij de Vlasfabriek op het Sluisje, buurtschap het Sluisje. Hij belde me op en het eerste wat ik aan hem vroeg was: hoe oud bent u? Hij zei 90. Ik zei: morgen een afspraak. Beide rapporten die wierpen een veel scherper en veel breder licht op de oorlogsjaren in mijn dorp. Ik ontdekte een andere oorlog dan die waarover mij verteld was door de meesters en juffen op de lagere school. Of door dorpelingen die het allemaal hadden meegemaakt. Ik vertelde erover op een lezing in Roon. Na afloop stapte mijn vroegere buurjongen en schoolgenoot Bert Euser op me af. Hij bleek al jaren bezig te zijn met een historisch onderzoek naar de gemeentepolitiek in de jaren 30 en 40. En hij was, net als ik, terechtgekomen bij de gebeurtenis die de meeste impact heeft gehad op de dorpsbewoners. De executie van 7 onschuldige burgers op 11 oktober 1944... ter vergelding van de dood van een Duitse soldaat die de vorige avond tegen een schuin over de dijk hangende elektrische kabel was gelopen. Sabotage, dachten de Duitsers direct. Ze arresteerden 7 jonge mannen die ze de volgende dag executeerden. Bert Euser en ik besloten ons onderzoek te bundelen. In de periode 2005-2012 voerden we gesprekken met 185 ooggetuigen, direct betrokkenen, kinderen of familieleden van direct betrokkenen en nabestaanden van de slachtoffers. En we bestudeerden duizenden pagina's getuigenverhoor en processtukken, archiefstukken van de bijzondere rechtspleging, politierapporten, verhoren van de National War Crimes Commission. Aan het grote drama op het Sluisje gingen kleinere drama's vooraf. En toen we al die drama's geduldig in kaart brachten, dat was echt een titanenklus, duizenden en nog eens duizenden stukjes van een legpuzzel, ontstond een compleet ander beeld van het dorp in de oorlog. Niet eens een negatiever beeld, nee, een onthutsender beeld, een aangrijpender beeld, in ieder geval, dan ik uit de oorlogsromans als de aanslag van Harry Moelis, Pastorale 43 van Simon Visdijk of Kort Amerikaans van Jan Wolkers kende. De donkere kamer van Damocles van W.F. Hermans, dat boek kwam nog het dichtst in de buurt. Zeker als het gaat om moedwil en misverstand die tijdens zo'n bezettingstijd een belangrijke rol spelen. In de jaren 1944, 1945 ontdekte ik, was bijna niemand helemaal goed en bijna niemand volslagen fout. Of beter gezegd, de goeie konden soms fouten met dramatische gevolgen maken en de fouten deden soms tegen ieders verwachting in of gewoon uit puur lijfsbehoud goeie dingen. Het beeld dat oprees was niet diffuus, maar gedifferentieerd. En dat is heel iets anders. Of, zoals Geert Mak schreef, een tegel wordt gelicht en alles blijkt toch net weer anders te zijn dan we altijd dachten. Geen schema blijkt te kloppen. Goed, fout of grijzig de veilige kant houden is inderdaad een veel te simplistische indeling van een bevolking die alle middelen moest aanwenden om te overleven. Iemand kon goed, fout en grijs tegelijkertijd zijn. Jacques Pijnakker was directeur van de Vlasfabriek. In de jaren 30 ging het slecht met die fabriek. Van vlas wordt linnen gemaakt. Mensen hadden niet veel geld meer om kleding te kopen.
Toen de fabriek in vlammen opging in de jaren 30, werd in het dorp gemompeld dat Pijnakker het verzekeringsgeld wilde opstrijken om een faillissement te voorkomen. Kort na het uitbreken van de oorlog ging het plotseling een stuk beter met de vlasfabriek. Via een groothandel leverde Pijnakker aan de Duitsers. De Weermacht had veel linnen nodig voor alle uniformen. Toen de strijd aan het oostfront losbarstte, moesten die uniformen ook nog eens dik zijn. Pijnakker nam dubbel zoveel personeel in dienst. In de jaren 30 werkten er 32 mensen, in de oorlog 64. Die 64 werknemers moesten overuren maken om het bestelde linnen te kunnen leveren. Pijnakker verdiende aan de moffen. Als iemand hem vroeg of hij niet aan economische collaboratie deed, ontkende hij dat niet. Maar, zo zei hij, ik voed de monden van 64 gezinnen. Wat vrijwel niemand in het dorp wist, was dat de gereformeerde Pijnakker, voor de oorlog wethouder voor de AR in het dorp, dat Pijnakker het verzet financieel hielp. Het aan de vijand verdiende geld gebruikt hij tegen diezelfde vijand. Ook liet hij zijn auto, hij was een van de drie mannen in het dorp die een eigen auto had, ook liet hij die auto stelen door een verzetsgroep. Om dat te verhullen hadden de verzetslieden Duitse uniformen aangetrokken, zodat het leek alsof de Duitsers zijn auto in beslag hadden genomen. De auto zou later gebruikt worden bij overvallen en snelle acties. Dit alles bleef niet onopgemerkt. Pijnakker werd in de zomer van 1942 door de Sicherheitsdienst gearresteerd. Na verhoren op het politiebureau Haagse Veer in Rotterdam werd hij overgebracht naar het Oranje Hotel in Scheveningen. Hij zat een week opgesloten in cel 743 met de man die hem aanraadde meteen maar alles te vertellen, anders zou hij niet levend uit de gevangenis komen. Pijnakker hield hem, terecht, voor een verklikker en liet niets los. Hij werd vrijgelaten op voorspraak van de procuratiehouder van de vlasfabriek, die de Duitsers voorhield dat Pijnakker graag linnen leverde om de communisten mores te leren. Eenmaal thuis bleef Pijnakker dagen in bed met de gordijnen dicht om te bekomen van de doorstane angsten. 8 dagen lang lag hij te trillen in zijn bed. Op de morgen van 11 oktober 1944 was Pijnakker in een naburig dorp om vlas in te kopen. Toen hij in de namiddag naar de fabriek terugkeerde, zag hij dat de dijk was afgezet door 70, 80, 90 militairen van de Sicherheitsdienst, van de Sicherheitspolizei, de Gestapo, van de Kriegsmarine. Van de bedrijfsleider hoorde hij wat er de vorige avond was voorgevallen en dat de 6 gearresteerde burgers op de plek waar de Duitse soldaat het leven had gelaten, gefusilleerd zouden worden. Vanuit de directiekamer zag Pijnakker dat een Duitse officier het executiepeloton opstelde. Hij pakte zijn hoed van de kapstok, beende naar buiten en riep oberleutnant Karel Smits toe: "Dat kunt u toch niet doen? Deze mensen zijn volslagen onschuldig. Het zijn mijn mensen. Ze werken op de vlasfabriek. Ze hebben niemand iets misdaan. Niemand." "Wer sind sie? Was wollen sie?" snierde Smits. "Dat u die mannen vrijlaat. Anders begaat u een oorlogsmisdaad. Ze hebben niets misdaan. Ze zijn volslagen onschuldig. Laat u die mannen onmiddellijk vrij." "Vrij? Vrij? Gaat u er maar bij staan." "Ik begrijp u niet." "Gaat u er maar bij staan. Voor het hek en snel." En zo werd Jacques Pijnakker
het zevende slachtoffer van de vergeldingsactie van de Duitsers. Moet u mij eens vertellen of Jacques Pijnakker nou fout was in de oorlog, goed in de oorlog, of dat hij grijzig het midden hield? Onzin, die schema's. Weinig mensen in mijn dorp getuigden van zoveel karakter en zoveel moed als Jacques Pijnakker, de directeur van de Vlasfabriek. Dames en heren, Lavinia Meijer zal nu spelen van Arvo Pärt, Variaties op de genezing van Arinoeska. Thank you.
Dames en heren, in 1941 werden 18 leden van de verzetsgroep De Geuze ter dood veroordeeld. Onder hen was ook Bill Minko. Hij en twee anderen kregen op grond van hun leeftijd gratie. Ik mag Remco Kampert uitnodigen om het gedicht, het lied van de 18 doden, voor te dragen. Het lied der 18 doden. Een cel is maar 2 meter lang en nauw 2 meter breed. Wel kleiner nog is het stuk grond dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal, mijn makkers bovendien. Wij waren 18 in getal, geen zal de avond zien. O liefelijkheid van licht en land, van Hollands vrije kust. Eens door de vijand overmand, had ik geen uur meer rust. Wat kan een man oprecht en trouw nog doen in zulke tijd? Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw en strijdt den ijdelen strijd. Ik wist de taak die ik begon, een taak van moeite zwaar. Maar het hart, dat het niet later kon, schuwt nimmer het gevaar. Het weet hoe eenmaal in dit land de vrijheid werd geëerd. Voordat een vloekbeschennershand het anders heeft begeerd. Voordat die eden breekt en bralt, het misselijk stuk bestond en Hollands landen binnenvalt en brandschat zijn er grond. Voordat die aanspraak maakt op eer en zulk Germaans gerief, ons volk dwong onder zijn beheer en plunderde als een dief. De rattenvanger van Berlijn pijpt nu zijn melodie. Zowaar als ik straks dood zal zijn, de liefde niet meer zie en niet meer breken zal het brood en slapen mag met haar. Verwerp al wat hij biedt of bood, die sluwe vogelaar. Gedenkt die deze woorden leest, mijn makkers in de nood. En hen die een nastaand allermeest in hun rampspoed groot. Gelijk ook wij hebben gedacht aan eigen land en volk. Er daagt een dag na elke nacht, voorbij trekt ieder wolk. Ik zie hoe het eerste morgenlicht door het hoge venster draalt. Mijn God, maak mij het sterven licht. En zo ik heb gefaald, gelijk een elk wel falen kan, schenk mij dan uw gena, opdat ik heen ga als een man, als ik voor de lopend sta. Dames en heren, zometeen zal Lavinia Meijer gaan spelen. Over enkele minuten zal ik de burgemeester en het college uitnodigen om mij te volgen naar beneden. Dan gaan wij buiten de stille tocht formeren. En ik wil degene die kransen leggen verzoeken om zich aan het hoofd van de stoet achter het college op te stellen. En u zult straks buiten deze zaal de boekjes krijgen met de teksten van vanavond.
In het raadhuis van Hilversum. We volgen nu zo dadelijk de stoet die vanuit het raadhuis naar het monument in het Rosarium loopt. U ziet hier schrijver Remco Kampert de zaal verlaten. Ik vond het ontroerend, André, om te zien hoe Pieter Broertjes echt lachte naar zijn vriend Remco Kampert toen hij het podium afging. Ze zijn echt bevriend en het was echt een hele bemoedigende glimlach waar vriendschap uit klonk. Uitsprak. Ja, ik denk dat het daar ook aan te danken is dat wij vanavond Remco Kampert mochten begroeten. Vorig jaar was het zo dat leerlingen van een middelbare school gedichten voorlazen. Die zijn wel afgedrukt ook in het speciale herdenkingsboekje van de gemeente Hilversum Vrijheid Geef Je Door. Daar staan die gedichten in van leerlingen van het Comenius College in Hilversum. Daar horen ook de zogenaamde lino's bij, de afbeeldingen die u achter de sprekers kon zien staan. Die horen bij die gedichten. En de publicatievrijheid geef je door is ongetwijfeld gewoon gratis op te vragen bij de gemeente of online te zien. Ja, Lavinia Meijer overigens speelt, als u dat nog wilt weten, Metamorphosis 2 of 2 van Philip Glass. Ja, ze komt uit Hilversum, oorspronkelijk uit Zuid-Korea. Heel bijzonder verhaal ook over de manier waarop ze in Nederland terecht is gekomen. En een paar jaar terug haar biologische vader heeft ontmoet. Dat hebben we op
de Wereldomroep destijds hebben we daar aandacht aan kunnen besteden. Dat was heel bijzonder. Maar ze woont in Hilversum en ze is inmiddels een wereldberoemde harpiste. En gewoon vanavond hier bij ons in de burgerzaal van het raadhuis. Het raadhuis dat nu langzaam leegstroomt. Iedereen gaat zich opstellen bij de vijver voor het raadhuis. Daar kunt u bij zijn. U kunt meelopen in deze stille tocht naar het monument in het Rosarium. Het Rosarium ligt op de hoek Boomberglaan-Torenlaan. De wijk Boomberg is onderdeel van de noordwestelijke villa-wijk. En straks zullen we het hebben over dat Rosarium, het monument dat daar staat en wat er gaat gebeuren. Maar eerst komen we nog even terug op wat we het afgelopen uur in de raadzaal allemaal gezien hebben. Een absoluut mooie en bijzondere bijeenkomst, Frans. Ja, absoluut. Wat viel jou het meest op eigenlijk? Ik vond het een prachtige Bill Minko-lezing door Jan Brokke. Die toch inging op het thema goed en fout dat ooit door historicus Hans Blom op de kaart is gezet met zijn inaugurele reden in de jaren 80, Universiteit van Amsterdam. Waarin die zich een beetje afzette tegen dat zwart-wit denken, goed, fout in de oorlog. Wat we toch vooral door historici als Lou de Jong hadden meegekregen. Het applaus horen we voor het spel van Lavinia Meijer. En inmiddels kunt u zien dat de eerste gasten of deelnemers aan de stille tocht naar buiten zijn gegaan. En zich nu gaan opstellen, neem ik aan, voor die stille tocht. Ja, inderdaad, wat je zei, André, dat verhaal van Jan Brokke, dat was heel bijzonder. Over goed en fout. En ja, wat is nou eigenlijk goed en fout? Ging het vooral om? Ja, ja. Over de directeur van de vlasfabriek die het aan de vijand verdiende geld gebruikte tegen diezelfde vijand. Dat vond ik een mooie passage. Ja, wat mij ook opviel was behalve inderdaad dit, de overtuigingskracht van de manier waarop Jan Brokke dat kan vertellen. Hij heeft zo'n mooie stem. Hij kan dat ook heel boeiend vertellen. Ja. Verder, ja, wat Pieter Broertjes betreft, maar misschien komen we daar straks ook nog even over te spreken. Die trok nog wel een beetje van neer tegen de PVV in zijn verhaal over vrijheid van meningsuiting. Dat deed hij zeker aan de hand van het thema van 4 en 5 mei dit jaar. Vrijheid geef je door. En de burgemeester vroeg zich af aan wie? Aan de vrijheidsstrijders in Syrië, aan president Assad. De Oekraïners, aan de Russische overheersers op de Krim. Of, en die noemde hij met name, de PVV, de Partij voor de Vrijheid, aan Nederlanders en Medelanders, vroeg hij zich af. Inmiddels zien we de krans die door de mensen van de Zuiderkruisgroep wordt gedragen. De scoutinggroep Zuiderkruis, de zeven kenners. Dat doen ze al sinds 1988. Vaste prik eigenlijk. Ze hebben zelf een heel eigen draaiboek. Ik heb dat een beetje in mogen zien. Zij hebben dus altijd een vaste stramien. Zij dragen de krans. En ze gaan ook straks de vlag strijken. Die hebben ze trouwens inmiddels ook al half stok gehangen, de vlag bij het Rosarium. Ja, ook vanaf 6 uur. En ik heb mij laten vertellen dat er ook iemand meeloopt met de stoet, met een stopwatch. Ah. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat men voor 8 uur in het Rosarium aanwezig is met deze hele stoet. Dat luistert allemaal heel nauw. Dat luistert zeker allemaal precies. Zo uitkomen op het goede moment. En toch mogen we niet gaan hollen en vliegen en rennen natuurlijk. Het moet gewoon waardig blijven en rustig. Klopt, klopt. Midden in beeld is Ronald Frank. Hij is een van de mensen van de scouting die met name jarenlang verantwoordelijk is geweest voor het draaiboek van alle handelingen die Zuiderkruis daar doet. We horen nu het carillon van het raadhuis, terwijl de stoet zich formeert met Paul achter de krans en de zeven kenners. Het huidige college van burgemeester en wethouders, wat voor het laatst in deze samenstelling de 4 mei herdenking bijwoont. Ja, zien die mooie, bijna geheel rechts. In het midden mevrouw Joren en Jan Rensen is daar ook te zien. Met bril.
nu even niet. Nou, natuurlijk toch een duidelijk Hilversums tintje, deze bijeenkomst in het raadhuis. Vooral vanwege de aandacht voor Bill Minko en Johannes Verschuren. Zullen we nog even stilstaan bij deze mensen? Ja, dat lijkt me prima, ja. Eerst Bill Minko. Die was scholier van Joodse afkomst. Hij werd op 18-jarige leeftijd op 7 januari 1941 gearresteerd. Wegens verzetsactiviteiten tegen de Duitse bezetters. En op 4 maart van dat jaar werd hij samen met 17 anderen ter dood veroordeeld. En deze groep van 18 personen die vormde de 18 doden. In het gedicht van Jan Kampert dat je net kon horen. Uitgesproken door zijn zoon en bekend schrijver Remco Kampert. Minko's straf werd omgezet naar levenslang omdat hij nog minderjarig was. En hij overleefde daarna zijn internering in de concentratiekampen Mauthausen, Auschwitz en Dachau. Na de oorlog werd hij opgenomen in het TBC-centrum te Davos ter bestrijding van zijn tuberculose. En vermoedelijk schreef hij tijdens dat verblijf dat boek Koude Voeten over de periode die hij doorbracht in verschillende concentratiekampen. Hij heeft altijd koude voeten gehad, hè? En ongelooflijk. Dat schrijft hij zelf dus toe aan wat er in de oorlog gebeurde. En dat verhaal dat kunnen we straks ook zien in de documentaire over zijn leven. Die vanaf 9 uur, dus na de registratie van deze plechtigheden, op RTI-televisie te zien zal zijn. Minko was na de oorlog nog betrokken bij de oprichting van de stichting Geuzenverzet. En ook was hij actief in de stichting Het Oranje Hotel. Zette hij zich in voor het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon, in Limburg. En ook ging hij in zaken en hij was jarenlang actief in de politiek. Van 1957 tot 1982 zat hij voor de VVD in de gemeenteraad van Hilversum hier in dit raadhuis. Van 1978 tot 1982 was Bill Minko ook wethouder van onder andere financiën, economie en sport in onze stad. Zo is het plaatselijk zwembad de Lieberg dankzij hem gebouwd. En had hij ook voor een groot deel de hand in de totstandkoming van de multifunctionele expohal. Ja, dan was er nog die andere Hilversummer. Jan Verschuren, Johannes Verschuren, ook een bijzonder verhaal. We hebben het gehoord, de burgemeester heeft erover verteld. Behalve dus het verhaal zelf, waarbij me trouwens opviel dat Pieter Broertjes vertelde dat het vrijwel vaststaat dat hij ook zijn vader, de vader dus van Pieter Broertjes, die Jan Verschuren heeft gekend. Die vader van Pieter Broertjes heeft van 1941 tot de bevrijding ook in Sachsenhausen gevangen gezeten. En hij werkte het laatste oorlogsjaar net als Jan Verschuren in het ziekenhuis. Het is opmerkelijk dat die connectie ook bestaat. Ja, zeker. Het was ook mooi hoe Pieter Broertjes hier de ongeveer 60 nakomelingen van Johannes Verschuren direct kon toespreken. Die waren eregasten in de burgerzaal. Stoet is inmiddels onderweg, zoals u kunt zien. Op weg dus naar het Rosarium. Het is niet zo'n lange wandeling, maar het moet ook even rustig aan gebeuren. Er zijn veel mensen die meelopen. Belangstelling is groot, als ik het zo zeg. Ja, zeker meer mensen dan vorig jaar, is mijn indruk. Ja, want jij was er vorig jaar, hè? Ja. Ook lopend met de fiets is niet al te gemakkelijk, niet aan te raden. Wat? Het loopt wat lastiger. Okay. Je hebt toch wat minder je aandacht erbij. Ja. Johannes Verschuren is een van de Hilversummers die op de speciale plaquette staat, hè, in de burgerzaal. Ja. De Hilversumse verzetstrijders die door geweld zijn omgekomen. En bij die plaquette is een kleine krans gelegd door burgemeester Broertjes. Bovenop het boek van de weggevoerden. Want dat zijn natuurlijk niet alleen de verzetstrijders die we in Hilversum verloren tussen 1940 en 1945. Maar ook al die andere stadgenoten, met name de Joodse inwoners van Hilversum. Mensen die mannen die voor de arbeidsdienst zijn weggevoerd, die staan allemaal in een boek. En op dat boek heeft de burgemeester die kans gehad. Ik denk dat je zo als echte Hilversummer, als je deze mensen allemaal ziet langs ziet komen, dat je dan of vertwijfeld vroeg of laat hebt van hé, dan heb je hem of haar ook. Dat denk ik wel. Ja.
even terugkomen op wat Pieter Broeltjes aangaf. Het thema vrijheid. En vrijheid geef je door, zei hij. Aan wie? Dat waren toch een vrij scherpe woorden. Aan de vrijheidsstrijders in Syrië, aan president Assad. De Oekraïners, aan de Russische overheersers op de Krim. De PVV, de Partij voor de Vrijheid, aan mede- en Nederlanders. Ik vrees van niet. Tussen mooie idealen en harde dagelijkse praktijk liggen vele obstakels. Dus zo eenvoudig is dat niet, vrijheid doorgeven. Die verover je, die bevecht je, die verdedig je. Vrijheid doorgeven kan alleen als je vrijheid hebt. Ja, element, het thema dus dit jaar ook van de dode herdenking hier. We zien hier ongeveer het staartje van de stoet de oude Engweg oplopen. En zij moeten in een minuut of 20 door het centrum van Hilversum naar het Rosarium gaan. Er is ongetwijfeld rekening gehouden met de bestratingswerkzaamheden. Want, dit hele deel Oude Engweg is net voorzien van nieuwe klinkers. Ja. Het weer is goed, hè? Kun je zeggen. Hier overigens het Rosarium. Waar de vlag dus inmiddels halfstok is gestreken. Halfstok is, is het nu zeg maar het devies. Dat is dus gebeurd door scouting. Door de Zijde Kruisgroep. Ja, dus misschien dat we nu het beeld ook hier zien, het beroemde beeld in het Rosarium. Wel goed om daar iets over te vertellen, André, nu. Het is een, het staat er sinds 1949. Hè? Mm-hmm. Het is een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers dus van de oorlog. En het is gemaakt door de kunstenaar V.P.S. Esser. Het is een bronzen beeld van een knielende mannenfiguur met opgeheven armen. Geplaatst op een granieten voetstuk. Het gedenkteken is 4 meter hoog. 80 centimeter breed, 50 centimeter diep. En er staat ook een tekst op het voetstuk. Ja, en die luidt als volgt. Misschien komt die straks nog in beeld. Ik zal hem even vertellen. Gedenk wier harten in geweld en nood. Het onrecht weerstonden tot hun bloed ontvloot. O offers die als zaad zijt in de voren. S lands vrijheid leeft herboren uit uw dood. Wat zegt de kunstenaar hiermee? Hij vindt dat de linkerhand getuigt van kracht waarmee hij naar de vrijheid streeft. De rechterhand die hij bij zijn voorhoofd heeft, die spreekt van de smart die het onrecht bracht. Hij heeft even gewacht, deze man, maar het lijkt of u nu plotseling leeft en meer om vrijheid en vrede geeft. Hij heeft genoeg van de lange nacht. Hij tilt zijn knie op, alsof hij de strijd aanbindt. En Esser eindigt de omschrijving met de woorden: rondom hem gras en rozen en paden grind. En zo zien we hem slechts één keer per jaar. Ik denk dat ik dat jammer vind. Het beeld geeft dus de tragedie weer van de Tweede Wereldoorlog. De knielende man drukt verdriet uit, maar herrijst uit de afgrond. De man is naakt, u zag het. Hij symboliseert het volk dat niet alleen beroofd is van haar kleding en haar materieel en haar geld, maar ook van haar vertrouwen in de medemens. De maker van het beeld, de kunstenaar Pieter Esser, die volgde vlak voor de oorlog van 34 tot 39 lessen bij Jan Bronner aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. In 1938 won hij een zilveren medaille van de Prix de Rome. Hij was als opvolger van Bronner van 1947 tot 1979 hoogleraar aan de Rijksacademie in Amsterdam. Hij heeft bekende leerlingen gehad zoals Jan Wolkers, John Gardella. En daarmee kan Piet Esser eigenlijk worden beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse portretbeeldhouwers van de 20e eeuw.
Hier zien we veteranen die niet aanwezig zijn geweest bij de bijeenkomst in de burgerzaal. Maar direct naar het rosarium zijn gegaan. Het is redelijk weer, kunnen we gelukkig zeggen. Trouwens, ja. André, het is niet warm, maar gelukkig ook wel droog. Dat is natuurlijk altijd prettig. Ja, dat verklaart natuurlijk ook wel deels de opkomst. Het begint al behoorlijk druk te worden bij het rosarium. Dan moet de stoet vanaf het raadhuis nog arriveren. Misschien nog even iets vertellen over de scoutinggroep. Ik zei al dat ze sinds 1988 de gemeente helpen met het dragen van de krans. Marit Ides en Margo van der Horst die voeren dit keer de regie bij Zuiderkruis. We hebben even het draaiboek van de Zuiderkruisgroep mogen neuzen. En er staat bijvoorbeeld in dat ze buiten tijdens het wachten, gedurende de plechtigheid in het raadhuis die we net gehad hebben, dat ze dan niet hard mogen praten en niet hard mogen lachen. Maar dan staan ze daar al in de houding. Ja. Bij de vlag. Maar ze doen dus meer dan alleen maar het krans leggen. Ze staan bij die vlag. Die vlag is dus al half stok gehangen. Ja, om 6 uur is dat gebeurd. Dat is ook hun werk. Net als het straks volledig strijken van de vlag bij zonsondergang. Dat is wel eens een keer misgegaan, lezen we in datzelfde draaiboek, Frans. De vlag is wel eens gevallen, maar gelukkig raakte die net de grond niet. Want je weet, als de vlag de grond raakt, dan moet die in de fik. Het kwam door koude handen en verkeerd vouwen. De vlag is ook wel eens aan de ene kant in 4 gevouwen en de andere kant in 3. Maar voor de rest ging het al die jaren eigenlijk altijd goed. Ook dit jaar zijn de scouts van de Zuiderkruisgroep er natuurlijk weer bij. Het is de grootste scoutingvereniging in de regio Gooi en omstreken. En ze zijn de oudste nog bestaande zevenkennersgroep in Nederland. Ja. Mijn zoon heeft erop gezeten. Op Zuiderkruis? Ja. Ik heb wel bij de zevenkenners gezeten, maar in Friesland. Dus je bent zelf ook een scout? Ja. Ja. Maar nooit aan zoiets meegedaan? Want... Nee, in Drachten waren de scouts bij dit soort plechtigheden niet betrokken. Zoals bijna overal elders in Nederland. Monument op de Dam natuurlijk ook. Ja. We zagen ook Remco Kampert, die is inmiddels gearriveerd bij het rosarium. Vertellen over die andere documentaire die vandaag te zien is geweest op televisie bij RTI. Straks dus de documentaire over Bill Minko vanaf 9:00. Vandaag was te zien De Toekomst Heeft een Lang Verleden. Documentaire die Riens Slippens maakte over de geschiedenis van 2 Hilversumse dwangarbeiders. Jan en zijn vader Bernard Peters, die in Duitsland te werk werden gesteld. Els Pieters schreef in 2011 een boek over die 2. Haar vader en haar grootvader zijn het. De toekomst heeft dus een lang verleden, heet het. Het is mooi, vooral omdat het zo treffend laat zien hoe moeilijk het bijvoorbeeld voor haar vader geweest is. En dat hoor je van heel veel mensen die van die generatie zijn en die oorlog hebben meegemaakt. Om met hun eigen verleden verder te leven en dat vaak toch ook wel te verstoppen voor hun kinderen. Mm-hmm. Dat ze het niet echt durven te vertellen of willen vertellen en op een of andere manier een weg vinden om daarmee te leven. Maar gelukkig heeft Els Kiewiek, tenminste, dat vindt ze zelf heel gelukkig, daar is ze heel blij mee, dat wel kunnen achterhalen. Ja, dankzij deze familiegeschiedenis konden we vandaag op televisie ook weer het een en ander horen over de razzia. Die op 23 oktober 1944 in Hilversum plaatsvond. Waarbij honderden Hilversumse mannen vrij hardhandig van hun bed zijn gelicht.
om uiteindelijk naar werkkampen in Duitsland getransporteerd te worden. Bernard Peters was daar ook bij. En ja, we hebben het natuurlijk wel over de laatste herdenkingen waar de mensen met echte oorlogservaringen aan deelnemen. Ja. Daar hebben we het korps, het politiemuziekgezelschap Excelsior Gooi en Vechtstreek. Het is een van de 12 politiemuziekverenigingen die er nog bestaan in Nederland. Dat is nog niet zoveel meer. We verzorgen zo'n 15 tot 20 optredens per jaar. Nou, dat kunnen openbare concerten zijn, maar ook optredens in instellingen en zelfs af en toe in het buitenland. En dit gezelschap, Excelsior, Gooi en Vechtstreek, bestaat overigens dit jaar 95 jaar. Voor ons. Ik hoop dat u er ook weer bij bent en niets hoeft te missen. Terwijl politiekorps Excelsior zich opstelt, zullen we straks rechtsboven vanuit de Torenlaan de stoet zien aankomen vanuit het raadhuis. Dirigent geeft zijn aanwijzingen aan de muzikanten. Het is trouwens zo dat in enkele streng christelijke gemeenten in Nederland gisteravond al om 8:00 de dodenherdenking is gehouden. Omdat het vandaag zondag is. En ja, je weet dat, hè, hoe dat gaat met christelijke gemeenten. Dan is dat een rustdag en ik vind het niet gepast om dat dan te doen. Er zijn ook trouwens gemeenten die zowel gisteren als vandaag een herdenking hebben gehouden. En er is ook veel verzet tegen verplaatsing. Bijvoorbeeld de veteranenvereniging in Urk, die vindt hem weer respectloos. Dat het verplaatst is naar de zaterdag. Dat precies, ja.
U kijkt naar rechtstreekse beelden vanuit het Rosarium in Hilversum. Deze speciale live-uitzending van RTI Hilversum. Om de herdenking van 4 mei te verslaan. U ziet daar burgemeester Boertjes en de wethouders. De scouts van Zuiderkruis. We naderen het moment van 8 uur, nog een paar minuten. En we zullen straks onder meer de last post horen. En natuurlijk hebben we dan de 2 minuten stilte bij het monument. 2 minuten stilte in heel Nederland. Ter nagedachtenis aan de doden van de Tweede Wereldoorlog. Zien we de staart van de stoet mensen die heeft meegelopen in de stille tocht vanaf het raadhuis. Waar eerder de herdenking plaatsvond in de burgerzaal met de Bill Minko-lezing. Mensen ook met bloemen. Na de kranslegging is er een defilé waarbij iedereen zijn bloemen gaat leren. Zometeen het politiekorps Excelsior met The Last Post. En aansluitend de 2 minuten stilte
in Nederland en hier in Hilversum op het Rosarium. Overigens, als het aan minister Plasterk ligt, blijven ook de komende generaties de Tweede Wereldoorlog herdenken, zei hij vanmiddag tijdens de dodenherdenking op het ereveld Loenen. We moeten stil blijven staan bij de Tweede Wereldoorlog. Ook voor latere generaties vallen morele lessen te trekken uit de oorlog, aldus Plasterk. Altijd indrukwekkend, die 2 minuten stilte
en het Wilhelmus daarna. Gaan we nu, neem ik aan, over op de kranslegging. De scouts komen met de krans richting het monument. Dus tot een paar jaar terug waren er twee kransen. Eén van de gemeente en één van het verzet. En het Nationaal Verzet dat bestaat niet meer als organisatie in ieder geval. Dus vanaf nu is er één krans die gelegd wordt. Ja, zoals je kunt zien, het college van burgemeester en wethouders passeert. En er zijn nu ook andere leden van de gemeenteraad. We zien bijvoorbeeld Wiemar Jeger van D66, de man die het voortouw nam. De partij ook die het voortouw nam in de nieuwe coalitiebespreking. Ook hij legt nu een krans. Hij zou hier volgend jaar te zien zijn in de hoedanigheid van wethouder. Worden kransen gelegd door diverse de politie net, hè? Ja. Politie gooien een vechtstreek met een krans. En hier zien we de landmacht. Ik kan me zo voorstellen dat dat een afvaardiging van Oudheus de kazerne is, maar daar weet ik niet zeker van. Dat zou heel goed kunnen. De landmacht die dit jaar zijn 200-jarige bestaan vierde
Ook pas geleden nog met een open dag in Hilversum. Ja, en in en om het raadhuis. Voor de 2 minuten stilte hoorden we op trompet van het muziekkorps Excelsior van de politie het tap-toe signaal. En ik dacht eigenlijk eerst dat het de last post was. Mm-hmm. Ze worden vaker verward omdat ze nogal op elkaar schijnen te lijken. Maar het is officieel het tap-toe signaal wat gespeeld wordt op een trompet of op een hoorn. En dat moet je heel letterlijk nemen, want de naam Tap Toe is gebaseerd op het commando Tap Toe. Tap, oftewel, toe. Sluit de biertap. Het is nu de beurt aan heel veel mensen en organisaties die een krans gaan leggen. Kinderen zijn er natuurlijk ook bij. André, wat zagen we hier net? Als ik mij niet vergis, zagen we hier vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap die in deze mande een steentje legden. Is een Joodse traditie om een graf te bezoeken, naar een steentje op te zoeken en dat op het graf te leggen. Bijzonder. We kunnen overigens nog even vertellen dat het verzetsmonument in het Hilversumse Rosarium geadopteerd is door de Hilversumse scholenvereniging HSV. En leerlingen van deze school houden ieder jaar tijdens de herdenking de wacht bij het monument en ze leggen ook namens de school een krans. Ja, we moeten dus blijven herdenken. Minister Plasterk zei dat ook vandaag. Er zijn nogal wat instellingen die er pleiten voor om 4 mei alleen nog de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Maar de minister is het daar niet mee eens. Dat heeft hij vandaag laten weten. Hij vindt dat op 4 mei ook nadrukkelijk de gevallenen moeten worden herdacht van de missies na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk doen we dat pas sinds 1961. Tot die tijd herdachten we inderdaad strikt alleen de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En daarna is dat verruimd. Een ruimere definitie aan de herdenking gegeven. Waarbij ook oorlogsslachtoffers of omgekomenen van de missies daarna zijn herdacht. En dus ook de vredesmissies van het Nederlandse leger. Ja.
programmaboekje dat de gemeente verstrekt bij deze herdenkingsplechtigheid. Vrijheid geef je door. Er staan ook een aantal gedichten. En we wilden u er eentje daarvan niet onthouden. Vluchtende vrijheid. Zal vrijheid ons ooit zo vasthouden? Zo koesteren, zo liefhebben als een moeder? Zal het ons loslaten en laten wegteren tot op bot? Vrijheid hoort te zijn als een genot. Het doet pijn als het wegvliegt van je. Gevangen in een ondoordringbare muur van vlammen. Wat te doen als er geen hoop meer is, geen toevlucht, terwijl de vlammen toenemen? Zal de angst rustig in slaap vallen, langzaam, pijnloos, voor eeuwig. Dat is een gedicht van Laura Boy, Vluchtende Vrijheid. Een van de leerlingen van het Comenius College die meegewerkt heeft aan het programmaboekje Vrijheid geef je door. En waarvan de begeleidende lino's ook in de burgerzaal te bewonderen waren. Ja, fraaie kunstwerken die waren te zien achter het spreekgestoelte, gemaakt dus door scholieren. We horen een vliegtuig overkomen. Het vliegverkeer wordt natuurlijk niet stilgelegd. Ik meende ook een voorbijschurende motor te kunnen horen tijdens de 2 minuten stilte. Ja. Dat zal altijd wel een probleem blijven. Ik weet dat in ieder geval in bijvoorbeeld Rotterdam het openbaar vervoer volledig wordt stilgelegd. Ik weet niet of dat ook geldt voor de treinen van de Nederlandse spoorwegen. Nee, daar wordt volgens mij verschillend mee omgegaan. En ik merk ook sowieso, heb ik altijd al het idee dat mensen daar heel verschillend sowieso mee omgaan. Ja, mensen die echt hun auto op de snelweg gewoon aan de kant zetten, dat gebeurt bijna niet meer. Nee, er wordt ook tegen gewaarschuwd op de matrixborden, als je de vrijheid wil herdenken, om een parkeerplaats op te zoeken. Ik heb dat een keer mogen meemaken in Israël tijdens de dodenherdenking daar, waar de sirenes afgaan en iedere auto op dat moment onmiddellijk stopt op de plek waar die is. En hele snelwegen stilstaan. Ja. Maar ja, dat moet je dan wel met z'n allen afspreken. Moet je wel afspreken. Even een gedicht uit dat programmaboekje zeg maar, van de gemeente Hilversum. Een gedicht van Samantha Groenestein, Weg van de aarde. Vliegen zullen zij, weg van deze aarde. Een plek die de oorlog openbaarde. Overwinningsvlaggen die tevoorschijn zullen komen. De kruisen die tevoorschijn worden gehaald. Het bloed dat langs de aarde naar beneden zal stromen. En de dood die ons heeft ingehaald. De vogels die in het teken van de vrijheid staan. Vliegen weg van de aarde, ver hier vandaan. Op zoek naar de vrijheid, ver van deze plek. Op zoek naar een andere wereld, een nieuwe stek. Waar het leven respectvol zal zijn, zonder discriminatie, zonder pijn. Konden wij maar met ze mee, wegvliegen over land, over zee. Er is niets wat we kunnen doen. Het aantal doden dat stijgt naar 1 miljoen. Verstoppen is dat wat de mensen doen. Maar geen plekken die aan bescherming voldoen. Wachtend tot de hulp zal arriveren. En deze over de vijand zullen regeren. 4 en 5 mei, dat zijn de dagen. Dat we terugdenken aan deze sterfdagen.
terwijl u kijkt naar live beelden van het defilé in het Rosarium, het centrum van Hilversum. Een van de 1500 plekken in Nederland waar de doden uit de Tweede Wereldoorlog op dit moment worden herdacht. In Amsterdam gebeurde dat onder andere met een lezing door Jan Terlouw, die zei te behoren tot de uitstervende generatie die de oorlog nog bewust heeft meegemaakt. Die zich nog zo gemakkelijk het gevoel van vreugde en opluchting kan herinneren dat ze beleefde bij de bevrijding. Het is inderdaad een, als je dat zo mag zeggen, een uitstervende generatie. Maar als ik zie hoeveel kinderen en jongeren er ook hier in Hilversum aanwezig zijn. Beeld zo van het monument tegen de mooie avondlucht. Het strijken van de vlag zo dadelijk gaat gebeuren, André, tegen zonsondergang dan waarschijnlijk? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hij gewoon blijft hangen tot zonsondergang. Dus het zal tegen 9:30 zijn. Misschien overigens ook even aardig om te vertellen dat het luchtalarm morgen om 12:00 in Hilversum niet te horen zal zijn. En altijd, het is altijd zo, hè, dat op de eerste maandag van de maand om 12:00 het luchtalarm wordt getest. Maar het is morgen bevrijdingsdag, dus dan gaat het niet gebeuren. Op nationale of religieuze feestdagen wordt de test van het luchtalarm niet uitgevoerd. Vorig jaar was bijvoorbeeld het alarm ook niet te horen op tweede paasdag. Dat was het toen, de eerste maandag van de maand. Ik heb niet echt vergelijkingsmateriaal, maar ik heb het gevoel dat hij druk bezocht is. Ja, ik heb het idee dat het Renje Dik staat bij het Rosarium van het Klopt. En zoals inderdaad al even memoreerde, veel kinderen, jongeren, scholieren. Dus wat dat betreft is de herdenking op 4 mei in Hilversum springlevend. Thank you.
Ja, u kijkt nog altijd naar de herdenking van de doden in Hilversum. Plechtigheid in het Rosarium. De kransen zijn gelegd. Daarvoor was er een bijeenkomst in het raadhuis. Waar onder meer burgemeester Broertjes sprak over de Hilversumse verzetsheld Jan Verschuren. We horen het gedicht 18 doden, geschreven door Jan Kampert. En het werd voorgedragen door zijn zoon Remco Kampert. Uiteraard de bekende schrijver. En verder was er de Bill Minko-lezing, de derde in de reeks. En die werd uitgesproken door Jan Brokke. En tussendoor werd er harp gespeeld door de wereldberoemde en Hilversumse harpiste Lavinia Meijer. Dat dus een mooie aangrijpende bijeenkomst in het raadhuis. Druk bezocht ook. En daarna dus deze bijeenkomst. Waar u nu kan kijken, waar u nog steeds naar kijkt. Het leggen van de kransen bij het Rosarium. Trouwens een belevenis wel ook, hè, om door dat rosarium te lopen. Al die verschillende rozen, die geuren. En dat te ruiken, ja. Ja. Burgemeester Broertjes met een veteraan. Speciale aandacht als er vanavond tijdens de herdenking voor de Hilversumse verzetsheld Johannes Verschuren. Die met zijn gezin met 11 kinderen in de Van Beuningenstraat woonde. En laat het nou bij mij om de hoek zijn. Ach. Dan komt zo'n verhaal toch ineens heel dichtbij. Komt het heel dichtbij, ja. Tegen het eind van deze uitzending, deze live registratie van de dodenherdenking in Hilversum 2014. U kon kijken naar de plechtigheid in het raadhuis en de aansluitende stille tocht en kranslegging bij het oorlogsmonument in het Rosarium. Voor het eerst live op de televisie bij de lokale omroep RTI Hilversum. En we hopen dat u dat heeft kunnen waarderen. En we wijzen nog graag even op de bijzondere documentaire over de Hilversumse verzetsheld Bill Minko, die straks om 9 uur ook bij RTI wordt uitgezonden. Namens André, bedankt voor het kijken. En namens RTI Hilversum, een hele fijne avond verder.